In dit filmpje ga ik een soort tilt-shift effect simuleren. En wat is nou precies een tilt-shift effect? Je hebt objectieven met uh, kantelbare lenzen. Tilt-shift lenzen. Ik heb er al een keer een stuk over geschreven op mijn website. En je zou dat door kunnen lezen. De link staat hier onderin uh, de beschrijving. Maar dat effect, dat maakt uh, als je dit gaat tilten, dus de lenzen gaat draaien, dan krijg je een soort speelgoedlandschap. En dat werkt het beste bij foto's die van een wat hoger standpunt zijn genomen, omdat je daar dus ook op de dingen neerkijkt en dingen dus automatisch al een klein beetje dat ja, speelgoedgevoel krijgen. Maar door een raar verloop in scherpte diepte uh, kun je dat effect dus nog gewoon verder bewerkstelligen. Wat houdt het tilt shift effect in? Eigenlijk houdt het gewoon in dat het onscherp is in bepaalde gebieden en dat er een verloop is naar een scherp gedeelte. En ik wil eigenlijk deze weg scherp hebben en ik wil een onscherp verloop naar de rechterbovenhoek en de linkerbovenhoek. En dat doe ik met het gradueel filter. En dat vind je hier. En als je daarop klikt, dan zul je zien dat in eerste instantie de belichting een bepaalde minwaarde krijgt. Klik je nu ergens. Dan zie je ook dat het gewoon gedeeltelijk donker wordt in de foto. En dat het gedeeltelijk licht blijft. Nou, dat is niet de bedoeling. We wilden iets veranderen qua scherpte. Dus ik dubbelklik even op de belichtingsslider. En het lijkt alsof er niks aan de hand is. Totdat ik aan de scherpteslider trek. En dan zie je dat het linksonder gewoon ontscherp wordt. Hoe werkt dit gradueel filter? Nou, ik heb al eerder een filmpje gemaakt over het gradueel filter over het verloop in luchten en ik zal het nog even heel kort met je doornemen. Je hebt drie lijnen en in de middelste lijn zit in het midden ook een zwart bolletje. Ga je daar bovenop staan, krijg je een handje en kun je je filter verplaatsen. Nou, deze middelste lijn, als je er even boven het zwarte bolletje blijft hangen, dan krijg je een rood vlak en dat rode vlak helpt misschien wel. Je ziet op de onderste lijn. Daaronder is het helemaal rood en tussen de twee buitenste lijnen loopt het eigenlijk gewoon. Ja, waait het eigenlijk een klein beetje uit. Daar zit dus een bepaald verloop in. Ga je op een van de buitenste lijntjes staan, dan kun je die lijntjes dichter bij elkaar zetten en dan zie je dat het verloop gewoon strakker wordt. Zou ik het helemaal uitsmeren, dan krijg ik een heel geleidelijk verloop. Nou, met tilt shift wil je dat een klein beetje aan de kleine kant houden. Ga je ergens willekeurig op het middelste lijntje staan. Dan krijg je boogjes en kun je het een klein beetje verplaatsen. Nou, en ik wil het mooi gelijk hebben aan de weg. En ik plaats het hier. Je ziet nu dat het in het midden van de foto nog mooi scherp blijft, maar dat het linksonder eigenlijk gewoon onscherp is. En dat is op zich prima, alleen is het effect nog niet sterk genoeg. Ik ga het een keer verdubbelen. En dat doe ik heel simpel. Ik ga boven het zwarte bolletje staan. Ik klik met rechts en ik kies voor dupliceren. En je ziet dat het opeens veel onscherper wordt. Dit is bijvoorbeeld de Before. En dit is de achter. Nou, en die onscherpte die wil ik ook in de rechterbovenhoek. En dat doe ik heel simpel door daar gewoon een nieuw verloop te trekken. En dat plaats ik dan ongeveer hier. Let erop dat je lijnen ongeveer eh, parallel aan elkaar staan. Want anders klopt het natuurlijk niet. En dat kun je op zich vrij makkelijk eh, controleren door af en toe eens op het andere bolletje te klikken. En ze zo met elkaar te vergelijken. Nou, en ik denk dat ze zo wel goed staan. En zorg ook dat de breedte ongeveer gelijk is aan elkaar. Nou, de onderste heb ik gedupliceerd en dat moet je natuurlijk dan ook bij de bovenste doen. En vervolgens is het effect eigenlijk gewoon klaar. Ik snij hem nog gewoon even heel leuk uit naar 3 bij 2. En ik krijg op die manier van mijn normale landschap wat van bovenaf gefotografeerd is, dit straatlandschap, krijg ik een soort miniatuur effect, een soort tilt shift effect. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!